Welkom bij de inmiddels 10e Bart's boekenvlog met persoonlijke boeken en leestips hier vanuit mijn eigen intieme studeerkamer. Voordat ik twee thrillers ga bespreken, eerst even aandacht voor het volgende. 300 miljoen euro. Dat is het bedrag dat minister Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen extra heeft uitgetrokken voor de culturele sector in Nederland als gevolg van de coronacrisis. 300 miljoen voor, let wel, cruciale instellingen die van essentieel belang zijn. Bijvoorbeeld denk maar aan het Rijksmuseum. En het bedrag is natuurlijk een schijntje, het is een lachertje als je het vergelijkt met de 2 tot 4 miljard euro dat een bedrijf als KLM zal krijgen van de Nederlandse regering. Want in Nederland zijn 300.000 mensen werkzaam in het culturele werkveld. En heel veel mensen dreigen nu ook echt hun inkomsten te verliezen. Vandaar ook dat sinds afgelopen zaterdag de online campagne, de online ketendemonstratie Cultuur in Actie is gestart. Waarin talloze Nederlandse artiesten en kunstenaars zoals Paul de Leeuw, Irene Moors, Jurgen Rijman en Claire Polak meedoen, maar ook culturele instellingen, organisaties en ZZP'ers, waaronder ik, die direct of indirect betrokken zijn in het culturele werkveld, aandacht vragen, meer bewustwording vragen dat cultuur van essentieel levensbelang is. Vandaar ook de dringende oproep van Cultuur in Actie voor een bredere financiële ondersteuning. Van 300 miljoen is echt te weinig. Ik ondersteun Cultuur in Actie en ik hoop jij ook. Ga naar de website en laat vooral ook daar je stem horen. Goed, dit wou ik even met jullie delen. Zoals ik al zei, twee thrillers ga ik vandaag bespreken. Want het is vandaag namelijk de maand van de spannende boekenweken. Juni is de maand van de thrillers. En het eerste boek dat ik ga bespreken is deze lekkere dikke pil Echo van Thomas Oldeheuvelt over een bezeten berg in de Zwitserse Alpen. Het boek is een laatste roman, het is al een jaar oud, dus het voelt een beetje nu als mosterd na de maaltijd. Maar ja, ik ben erg gek op mosterd. Thomas Oldeheuvelt brak internationaal door met de bestseller Het gruwelijke horrorverhaal Hex, H-E-X, over de wraak van een dorpsheks. Het boek is in talloze landen vertaald en kreeg lovende recensies, waaronder ook van niemand minder dan Stephen King, die het boek briljant en hooguit origineel vond. Het was een heel groot succes, Hex, maar daarna bekroop bij Thomas het gevoel van, kan ik Hex ooit nog evenaren? Kan ik nog weer die top bereiken? En dat leidde uiteindelijk tot een jarenlange writersblok, totdat een vriend van hem zei, Thomas, ga nu een verhaal schrijven dat dicht bij jou ligt. Waarvan je het weer leuk vindt om te gaan schrijven. En dat is Echo geworden. Want in Echo maken we kennis met een van de hoofdrolspelers, Nick Grevers. Als het boek moet geloven, een bloedmooie jongen. En net zoals Thomas Oldeheuvelt ook een gepassioneerde bergbeklimmer. Thomas is ook echt een bergbeklimmer. En Nick Grevers is samen met zijn klimmaatje Augustin zijn ze in de Zwitserse Alpen aan het bergen beklimmen. En opeens ontdekken ze een vallei die niet op de kaart staat. Een mysterieuze vallei. En ze horen van de dorpsbewoners, dat is de vallei van de Mont Maudit, de berg Maudit, de vervloekte berg. En gepassioneerd en ambitieus als de beide heren zijn, willen zij die berg gaan beklimmen. En ze gaan die vallei in. Maar al gauw blijkt in die vallei, en dat is heel creepy, dat zij niet alleen zijn. En als, net zoals bij de sirene uit Griekse mythologie, worden ze als het ware naar binnen gelokt in die vallei. En uiteindelijk raken ze verdwaald en verstikt. En het gaat gruwelijk, gruwelijk mis. Augustin is verdwenen. En opeens wordt Nick Grevers wakker in het ziekenhuis. Totaal verminkt. Met zijn hoofd in het verband. En hij is veranderd. Niet alleen fysiek veranderd, maar ook van binnen is hij veranderd. De berg lijkt in hem te zitten en hij is gewoon bezeten door die berg. Het is het verhaal van een exorcist, maar dan zonder religie. De andere hoofdpersoon in het boek is Sam Avery. En Sam is het vriendje van Nick. En Sam is de complete tegenpool.
Terwijl Nick echt houdt van een ruwe natuur, kun je Sam omschrijven als een soort van chique poes. Van lekker eten, mooie merkkleding. En Sam Avery is als het ware de held in het verhaal, want hij is de thuisblijver en hij doet er alles voor om die Nick weer terug te krijgen. Het interessante is dat het is een gay koppel zonder gay issues. Het is gewoon een normaal, ja, tussen haakjes normaal hetero stijl. Het is een kloek verhaal. Het is 600 pagina's. En ik moet zeggen, ik vind de scènes in de bergen vind ik ijzingwekkend sterk. Hieruit blijkt ook echt dat Thomas een ervaringsdeskundige is. Het is heel gedetailleerd en heel geloofwaardig. Sommigen vinden het tempo wat aan de trage kant van dit boek. Ik ben het er niet echt mee eens. Het tempo ligt soms wel wat lager, maar het is heel veel suspense zit erin. Thomas is wat mij betreft echt de meester van de onderhuidse spanning. Dit was Thomas Oldeheuvelt en het tweede boek dat ik ga bespreken. Het valt nu al uit elkaar van ellende als de omslag. Het is het boek van Max van Olde, Het Zwarte Dossier. En dan denk je, goh, dan gaan we het boek. Dat klopt, want het is alleen maar de omslag. Want het boek dat is pas verschenen, of dat zal pas worden verschijnen, op 5 juni. Maar ik was een van de gelukkigen die het manuscript al eerder mocht lezen. Dus hierbij de primeur in deze boekenvlog, de bespreking van Het Zwarte Dossier. En het is het derde boek van Max van Olde. Hij debuteerde met Lieve Edele Achtbare en daarna verscheen De Juiste Man. En ook in Het Zwarte Dossier zijn advocatenkantoren of rechtbanken, rechtszaken het decor. Want Max van Olde is advocaat. Dus hij beschrijft een decor die heel dicht bij hem staat. Zo ook in Het Zwarte Dossier. En de hoofdpersoon in het boek is advocaat Riemke Pennings. Ze is advocaat familierecht en zij is werkzaam op het prestigieuze advocatenkantoor Lewis Legal op de Zuidas. Maar Riemke dreigt haar baan te verliezen op dat prestigieuze kantoor. Ze heeft een paar blunders begaan in de ogen van sommige advocaten. Ze heeft te weinig vechtlust getoond. En het is maar de vraag of zij haar stageperiode wel goed zal afronden. Maar Riemke heeft haar baan keihard nodig, want zij leeft als alleenstaande moeder een heel armoedig leven op een galerijflat. En zij zorgt met de grootste toewijding, maar met heel veel pijn en moeite ook voor haar zoontje Niels. Dus ze heeft die baan keihard nodig. En nu krijgt zij als het ware een testcase toegeworpen. Het dossier ter Voort Petrovic, alias Het Zwarte Dossier. En dat moet ze gaan oplossen. En daarmee kan ze laten zien van oké, jij bent goed genoeg voor ons advocatenkantoor. En ik ga niet te veel over het plot vertellen, want dat moet je vooral zelf lezen. Ik had het echt in een ruk had ik het uit. Dus er zit heel veel vaart in. Maar in het kort, Het Zwarte Dossier, dat is een loodzware zaak, de zaak ter Voort Petrovic. Een zaak met ongelooflijk veel media-aandacht. Dus er staat heel veel op het spel. Want namelijk, het is het verhaal van een gevangene, een gedetineerde, die van het Openbaar Ministerie en met toestemming van de minister van Justitie toestemming krijgt om vanuit de gevangenis een dichtbundel te gaan schrijven als een soort van spijtbetuigenis van een juwelenroof waarvoor hij ook veroordeeld is. En de zaak ter Voort gaat over zekere ter Voort, de eiser, die eist dat die dichtbundel niet verschijnt. Want in die dichtbundel zouden namelijk doodsbedreigingen in zitten. En daar gaat die zaak over. Die dichtbundel mag niet verschijnen. En op het moment dat de rechtszaak hierover zal plaatsvinden, verdwijnt Riemke met ter Voort. Beiden zijn verdwenen. En dan zijn de rapen gaar. En nogmaals, ik ga niet vertellen wat daarna gebeurt. Ik kan alleen zeggen, het is een knallend, spetterend einde. En Max van Olde wordt omschreven als de Nederlandse John Grisham. Nou heb ik niks van John Grisham gelezen, maar het klinkt als een heel mooi compliment. En dat is het ook, want Het Zwarte Dossier vind ik een geslaagde en een gelaagde thriller, waarin ook de interessante vraag wordt gesteld van wanneer ben je in staat om iemand te vermoorden, om iemand dood te maken. Een paar personages waarvan ik vind die hadden iets meer uitgediept mogen worden. Waaronder de collega Margot. Het is de supervisor van Riemke. Maar zij is in het boek echt een hele nare bitch. En waarom? Dat had ik iets meer willen zien. Dus ik kijk uit naar het vervolg.
Maar het is een heel goed spannend boek. Het Zwarte Dossier, binnenkort te verkrijgen vanaf 5 juni in de lokale boekhandel. En dan krijg je een andere versie dan deze. En natuurlijk Echo van Thomas Oldeheuvelt. Sinds jaar en dag te verkrijgen bij de lokale boekhandel. Dit was de 10e Bart's boekenvlog die in het teken stond van de spannende boekenweken. Volgende week is voorlopig de laatste Bart's boekenvlog. Daarna hou ik een korte pauze. We gaan ook binnenkort hier verbouwen in het huis. Dus daar heb ik ook mijn handen aan vol. Maar ik kom terug, dat beloof ik. Maar volgende week, tijdens de 11e Bart's boekenvlog, ga ik bespreken twee prachtvrouwen. Eva Maria Staal met De Vondeling en Ewa Maria Wagner met Het Tristan Akkoord. Het zijn twee prachtige romans met toevallig hetzelfde thema. De vaderzoektocht, de vaderzoeken. Dit volgende week. En ik kom nog een keer terug wat ik heb gezegd, want ik heb namelijk een heuse winactie. Ik heb een prijzenactie, een prijzencircus heb ik voor jullie in petto. En ik ga iets weggeven, nou daar zeg je echt u tegen. En ik kom nog terug over die prijsvraag, maar de hint is al te zien in het decor van Bart's, van mijn studeerkamer. Ik kom terug, in ieder geval volgende week met een nieuwe Bart's boeken vlog. Tot die tijd een hele goede, gezonde week en graag tot ziens.